Vandaag heb ik namens het Watersportverbond de sleutel mogen ontvangen van de eerste H2 coachboot. Van nou, zou het niet kunnen dat we voor het WK in Scheveningen met een volledig emissieloze boot varen? Uiteindelijk, het Sailing Innovation Center heeft het opgepikt. En ze is daar de grote voortrekker van geweest destijds. Dat is een interessante vraag. En toen zijn wij eerst, ja, zoals we het altijd deden toen, en nu nog steeds, dus heel veel partijen bij elkaar gehaald. Ja, en maar doorgaan en tegenvallen en weer doorgaan en tegenvallen en weer doorgaan. Nou, het is mooi dat het gelukt is. De gouden waterstofmedaille. Ja, ik maak beleid, ik praat er veel over, het is allemaal leuk. Ja. Dit is echt. Ja. Dit is laten zien dat het ook echt kan. Niet op papier en... Iedereen die het heeft geprobeerd en jullie hebben dat weten hoe ingewikkeld het wordt als je het echt in het echie voor gaat doen. Jullie doen niet alleen dit, maar ook het hele evenement van duurzame energie voorzien. Dat is knap, want we hebben jarenlang gezegd dat het zou moeten en nu gebeurt het echt. En we staan eigenlijk hier voor ons zeg maar de stroomvoorziening van de Dutch Water Week. En het unieke hieraan is dat het volledig emissievrij gebeurt, dankzij een waterstofaggregaat. Wat dus volledig op waterstof draait. Dat is het eerste evenement ter wereld wat op deze manier van stroom wordt voorzien. Het feit dat de Allianz Regatta en de Dutch Water Week deels draaiende worden gehouden door waterstof is een super initiatief. We pleiten allemaal voor duurzaamheid en voor een lage CO2-uitstoot. Maar door deze evenementen die wij ook doen, kunnen we er eigenlijk ons hart voor maken. En het feit dat dan een Dutch Water Week daar zich wel voor inzet en eigenlijk zo'n event organiseert met een groot gedeelte draaien op waterstof, is een hele goede stap in de goede richting.